We zijn vandaag aanwezig bij de opening van Dok 60 hier tegenover de hervormde kerk in Woudrichem. Marjan, hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Ik zat hier een keer met een avond van de kerk, zat ik hier te luisteren. En toen ging het over zendingen en diaconie. En zelf ben ik betrokken bij de zendingscommissie. En toen dacht ik, waarom kunnen wij hier in Woerkum iets moois maken wat zending en diaconie verenigt? Nou, en dat is eigenlijk dit pand geworden. We hebben dit pand aan de kerk, dus dat is van de kerk zelf. En ik dacht, ja, als hier de rolgordijnen heel de week dicht zitten, dat is eigenlijk zonde. Dus laten we daar iets gezelligs mee doen. En zo kwam eigenlijk het idee aan het rollen. En dat is uiteindelijk Dok 60 geworden. Ja, zeker voor onze kerk denk ik dat een ontzettend mooi initiatief is om hier mensen te ontvangen. Een open huis te zijn voor iedereen die we maar wil en die hier binnen wil komen. Ja, Dok 60, er is ongetwijfeld lang nagedacht over de naam. Waar staat Dok 60 voor? Deel, ontmoet, creatief en cadeau. En 60 is het huisnummer. En eigenlijk omvatten alles. Want we willen hier delen. Niet alleen spullen, maar ook gesprekken en dingen met elkaar delen. Hè. Zo meer op het gevoel, zeg maar. Ontmoeten, hangt wel een beetje samen met delen. Maar we doen hier, als je aan de koffie bent, dan haken de mensen aan. Die lopen binnen en die doen er gezellig een bakje mee. Nou, creatief, we gaan ook workshops doen. Dus dat is een creatief onderdeel. Maar we maken ook veel spulletjes zelf die we ook hier willen verkopen. En zo hebben we ook mensen ingeschakeld van het SOFAC. Die dan voor ons ook spulletjes gemaakt hebben. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig. Dat die daar ook enthousiast in zijn om daarin mee te doen. En cadeau, dat zijn de dingetjes die we dus gaan verkopen. Ja. Nou, mooi in het midden. Mooi plekje gemaakt. 1, 2... Yeah! We zien daar een hele hoop spullen staan. Hoe komen jullie aan de goederen die uiteindelijk verkocht gaan worden? Veel mensen hebben al iets geschonken. Dus dat is ontzettend mooi dat dat zo is. Dat dat al zo leeft binnen de omgeving en binnen onze gemeente van de kerk. Maar ook andere buren die komen iets brengen. En dat is gewoon geweldig. Maar ook wat ik zeg, we maken ze veel dingetjes zelf. En die verkopen we ook. Dus zo komen we eigenlijk wel aan onze spullen. Ja. We kopen alles wat in de winkel is voor het goede doel. En het goede doel is de Stichting Verhulpen Volgende Christenen. Dat is voor meisjesopvanghuis in India. Daar worden de meisjes erg verdrukt. En die krijgen in die huizen een kans om daar te studeren en te groeien, zeg maar, tot mooie vrouwen. Nou, dat vinden we een ontzettend mooi doel. We zijn donderdag en vrijdag de hele dag open, tot een uur of 5. En zaterdag van 10 tot 2.